De drempelkosten bij de spoedeisende hulp SEH van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, die per 20 januari zouden worden verhoogd, zijn aangehouden. Minister Amar Amadine van Volksgezondheid zegt dat rekening houdende met de uitdagingen op de SEH en het belang voor de samenleving, er naar alternatieven worden gezocht om de financiering van de kosten bij de SEH te dekken. Hiervoor zullen er gesprekken gevoerd worden met de verzekeraars en het ziekenhuis, waarna er een voorstel zal worden gepresenteerd aan de regering. Ik snap dat de nood hoog is bij de verschillende instellingen, met name ook bij de SEH. Want zoals u weet is in de wet, in de zorgwet van 2014, er geen vergoeding voor urgente zorg geregeld. Er is een mankement in die wet en in ieder geval moet het duidelijk zijn dat wij met de verzekeraars zo snel mogelijk aan tafel gaan om te bespreken hoe wij in elk geval, zonder dat die samenleving echt die druk voelt, hoe wij en welke middelen nodig zijn en hoe wij dat kunnen gaan vergoeden via de verzekeraar. Dus de intentie is dat wij als regering, als ministerie van Volksgezondheid, zo snel als mogelijk een goed concreet voorstel doen aan de regering en dat daarmee ook het AZP garanties geboden wordt dat die dienstverlening kan continueren. De bewindsman wijst erop dat de verhoging die was aangekondigd door het ziekenhuis gezien moet worden als een poging om aan meer inkomsten te komen. De dienstverlening moet op kwalitatief niveau gehouden worden. Dus was niet de intentie verkeerd, maar het tijdstip van introductie. Een drempeltarief is inderdaad geïntroduceerd bij de SEH, omdat mensen voor eigenlijk allerhande zaken bij de SEH terechtkwamen. Dus die drempel is niet bestemd, zo moet u het niet zien. De drempel is niet bestemd om mensen geen zorg te bieden. De drempel is bestemd om eigenlijk een systeem te creëren dat je niet voor een eenvoudige huisartsengeval naar de SEH gaat. Want dat geeft die onnodige druk op die zorg, op die spoedeisende hulp. En dan kan je in die hele drukte eigenlijk missen de echte zieken die urgente zorg nodig hebben. Ramadine drukt de samenleving op het hart ook gebruik te maken van de huisartsenpost van het AZP, zodat de druk op de spoedeisende hulp niet te groot wordt. De verzekering blijft dat zij die dringende zorg nodig hebben, verwezen zullen worden naar de SEH. De verhoging van de drempelkosten is aangehouden om een meer gestructureerde oplossing te brengen, zodat de belangen van de burgers ook veiliggesteld worden.